Deze drie renners rijden voorop in de 32e editie van de Wim Hendricks Trofee. Van voor naar achteren Bob Schoonbrood, Giorgio de Rijke en Sander Ooslander. Het is een wedstrijd over 160 kilometer in en rond Koewacht. En er komt reactie vanuit het gebroken peloton. Vijf renners rijden het gat dicht, daarbij ook één Zeeuw, Dennis Raadgever uit Goes. Hij rijdt voor het Belgische Arrow Cycling. En op de Bonte Koe, een van de kasseienstroken, komen de vijf erbij. Acht man aan de leiding. En Raadgever is de enige Zeeuw. En de voorsprong loopt door een uitstekende samenwerking op naar 1 minuut en 30 seconden. Raadgever zit erbij en hij is er blij mee ook. Dan wordt er toch gereden in het peloton, waardoor de voorsprong langzaam terugloopt. En vooraan zijn we dan al twee man door pech kwijtgeraakt en gaat de vermoeidheid ook een rol spelen. De kopgroep valt vervolgens verder uit elkaar en dan is het einde oefening op zo'n 10 kilometer voor de streep. Dan volgt een spannende finale met een kopgroep van 8 renners die moet knokken om het peloton voor te blijven. Ook 3 Zeeuwen in de kopgroep. Hans Dekkers uit IJzendijke, de oud-prof van Rabobank. Naast hem Michel Stroosnijder uit Halsweert. En ook Jimmy de Bruin uit Sint-Jansteen, ploeggenoot van Dekkers bij Aerocycling, zit erbij. De 8 mogen gaan sprinten en dat is Dekkers nog altijd niet verleerd. Hij wint voor de Belgen van Geluwe en Van der Mast. Hey, lekker hè? Hey. Alles, gefeliciteerd hè? Dennis, goed gereden. Dames en heren, dan mag u applaudisseren voor deze nummer 7, 2 en 3 van de 32e Wim Hendricks Trofee 2014. Ja, dat is wel heel mooi ook voor de ploeg en alle eigen streek. De Arrow zit hier vlakbij, dus voor ons is het super natuurlijk. Vertrouwen die op de race bent? Nou, we waren met een mooi groepje weg. Jimmy Dimmeré zegt ga maar mee. En we zijn met 2 man in de kopgroep. Op het laatst was het nog wel een aanval, maar ik heb gewoon gewacht. Jimmy heeft volle bak gereden voor mij. En toen zaten ze maar 5 seconden voor ofzo en dan ben ik gewoon aangegaan vanuit de bocht. En dan had ik genoeg over, dus dat was super natuurlijk. Mooi ploegenspel, ook een beetje een Zeeuwse overwinning. Dennis doet het hartstikke goed, Jimmy in de finale, jij maakt het af. Ja, weet je, het is de ploeg vanaf de winter al. Je ziet dat we steeds beter rijden allemaal. En de mannen die trekken zich daarin op. En je ziet aan Jimmy en Dennis, er zijn sowieso goede coureurs, zeker op dit niveau. Maar dan zie je toch dat je elkaar motiveert om toch prijzen te pakken. En ja, nou ben ik toevallig goed en ik maak het af, dus dat is super natuurlijk. Hans Dekkers wint, Michel Stroosnijder wordt 5e, Jimmy de Bruin 8e.